Een goede morgen van aan de Villa Servais in Halle, waar we het Europa-prinsenpaar Werner en Natasha opwachten. Ine, wat staat er vandaag allemaal te beleven? Ah, wel, wij starten met een brunch in Villa Servais. Dan gaan wij naar het stadhuis en dan bij Kriekboon passeren we nog. En dan hebben we het bal, het overwinningsbal vanavond in start 65. Daar sluiten wij af. Johan, we zitten hier in Villa Servais. We hebben hier net een geweldig ontbijt gehad. Wat vind je van de locatie? Een prachtige locatie. Verwonderd eigenlijk. Ik wist dus niet met Servais wie of wat die persoon was. Ik heb er al veel van gehoord. En ja, een mooie locatie en een verzorgd prachtig ontbijt. Je bent zelf actief in Dilbeek, in het Dilbeekse carnaval. Ben je regelmatig ook in andere steden aanwezig? Ja, we gaan zelfs tot in het buitenland. Ik ben dan naar Keulen geweest. We zijn dan naar Nijmegen geweest. Vorige week zaten we in Baarschreuden. Morgen zitten we in Dendermonde. Onze stut is 26 maart in Dilbeek. Als wij niet andere steden en gemeentes gaan bezoeken, komen ze niet bij ons. Het is een wisselwerking. Burgemeester, bedankt dat we vandaag hier op het stadhuis mogen zijn. Ook al woon ik al lang niet meer in Halle, zoals je weet liggen mijn roots hier, maar ben ik verhuisd naar Edingen. Ik herinner mij nog goed de reactie de dag nadien dat we de verkiezing hadden gewonnen, hoe trots dat je was en je zei, dit moeten we ooit vieren. Werner, Natasha hier net, een zeer lovende speech van onze burgemeester. Wat doet dat met jullie? Ja, dat doet toch. Ik had wel traantjes. Dat doet heel warm. Heel warm dat we zo goed ontvangen zijn door onze burgemeester hier in Halle. Werner, je hebt hier iets heel schoon gekregen van de burgemeester, de vaantjesboer. Hij heeft zelf ook gezegd van dat krijgt niet iedereen. Dus gaat dat een schoon plekje krijgen? Wel, dat gaat mee naar mijn bureau van het werk. Want ik heb net een nieuwe bureau gekregen en ik ga die daar mooi tentoonstellen dat mijn collega's hem daar kunnen zien. Ja. Jullie zijn al op heel wat plekken op deze manier onthaald. Is dat iets dat jullie gaan missen in de toekomst? Ja, toch wel. Want die recepties en zo, dat doet wel heel warm. Want het is eigenlijk dat je het contact hebt met de mensen, met de burgemeester van de stad, maar ook voor de carnavalisten, dat je het respect ook ziet. Ja, ik ga dat wel missen. Werner, het feit dat je Europa-prins bent, wat doet dat eigenlijk voor een stad als Halle? Maar ik vermoed dat dat voor een stad als Halle vooral een extra uithangbord is. We mogen dat niet vergeten dat Halle al heel veel prachtige prinsenparen heeft. En hun gevolg natuurlijk. Maar ik denk dat we niet konden achterblijven van Aalst, die al van in de jaren 80 al een Europaprins had. Vond ik dat het voor Halle ook eens tijd werd dat er een Europaprins was. En ik heb er meteen een Europaprinses bij. De Vallei van de Zenne moest zijn om een lambiek te maken. Er is geen ene die dichter bij de Zenne zit dan Framboon, want ze stroomt hier gewoon door zijn land. Hebben ze daar allemaal iets? Ik sta hier bij Ilona en Jochen. Wat vonden jullie van de tour die we hier net gedaan hebben? Ik vond het heel leuk, omdat je ook veel bijleert. Weet jij nog hoe ze lambiek maken? Nee. Wat heb je dan wel onthouden? Waarvoor dat de tonnen dienen en wat dat ze daar allemaal mee kunnen doen. En wat kunnen ze daar dan allemaal mee doen? Ze zetten daar bier in. En, en na 3 jaar bijvoorbeeld, het bier kan daar 3 jaar in blijven in die tonnen. En dan gieten ze daar nog 1 jaar oude bier bij en dan doen ze dat in een flesje. Oké, Ilke, wat zijn wij hier aan het degusteren? We zijn hier de kriek van boom aan het drinken. Je proeft heel hard de kriekjes, dus heel lekker. Ja, we hebben ook een rondleiding gekregen met de uitleg over hoe dat alles gemaakt wordt met een beetje geschiedenis. Zeer interessant, ook uniek in deze streek. Oh.
We staan hier op het overwinningsbal in Buizingen, start 65. En we hebben naast ons Jimmy. Jimmy is keizer in Blankenbergen. Ja, Jimmy, jij hebt op dit moment wel een opmerkelijke situatie in Blankenbergen. Kan je ons dat eens uitleggen? Goh, de situatie in Blankenbergen is eigenlijk meer dat ze in Blankenbergen nu twee prinsen hebben, omwille dat er eigenlijk een hele overrompeling was aan de deur. Dus niet iedereen heeft binnen kunnen geraken. Waardoor ze eigenlijk op een conclusie gekomen dat ze dan eigenlijk de stemmingen afsloten en dat ze gewoon eigenlijk twee prinsen hebben gemaakt om eigenlijk geen ruzie te kunnen krijgen in Blankenbergen. En daarvoor zijn er ook twee prinsen aangesteld. Jimmy, ja, we merken ook dat je eigenlijk helemaal geen West-Vlaams accent hebt. Hoe ben jij in Blankenbergen terechtgekomen? Om een heel lang verhaal kort te maken. Ik heb bij mijn echte ouders dan een heel groot probleem gehad. Dus een heel slechte periode achter mijn rug gekregen. En ik ben nu opgevangen dan door twee vaders. Twee lieve vaders waar ik echt wel heel veel van geapprecieerd krijg. En sindsdien ben ik ook eigenlijk in Blankenbergen terechtgekomen. Maar oorspronkelijk woon ik in Oostende. Groeten met zijn hier bij Prins Ave en Keizer Frankie van Wetteren. Leg eens uit, wie zijn jullie? Hoe word je keizer bijvoorbeeld? Als keizer wilt worden, moet je drie keer verkozen worden binnen de 5 jaar. Dus je moet drie keer prins geweest zijn vooraleer dat je keizer kunt worden. En jij bent kerstverse prins, Ave? Ja, ik ben regerende de prins van Wetteren nu voor momenteel. Ik ben verkozen in Wetteren met 451 stemmen. De minimum is 211 stemmen om verkozen te kunnen worden. En jullie stoet, wanneer was dit precies? Dat was redelijk vroeg dit jaar. Onze stoet was 12 februari, dat is al gepasseerd. Maar we hebben een schitterende stoet gehad, prachtige wagens. Enorm veel volk, twee verleden in de Noord om veel volk te brengen. Dus, En hoe gebeurt de aanstelling eigenlijk? De aanstelling wordt op het gemeentehuis gedaan de vrijdag. De vrijdag wordt dus iedereen uitgenodigd op het gemeentehuis. Er wordt de prins en de prinses en de jeugdprinses, we hebben ook van de jaren jeugdprinses, voor de eerste keer worden veilig aangesteld op het gemeentehuis door een burgemeester. En daar krijgen ze veilig de overhanding van de breuk, van de pluim en van de scepter. Fantastisch, jullie zien er ook fantastisch uit. Hoe is het om hier vanavond aanwezig te zijn? Ja, dat is schitterend. Hè? Dus, ik ken Werner en Natasha al een beetje vanuit het carnaval uitgaan. Schitterende mensen, dus ja, we komen nu met veel plezier naar hier. En hier nog een feestje bouwen. Hè? Dus, ja. Het zal wel zijn, een carnavalhalle is in zicht. Jan, die hierbij zijn, hebben jullie het ooit al bezocht? Ik heb één keer al naar de stoet van Halle geweest. En ik moet zeggen, dat is ook wel de moeite om naar hier te komen. Ik vind het ook een vrije stoet, ook een grote stoet. Dus van de jaar ga ik er ook wel weer bij zijn. Dankzij Jelle is het spel compleet. Is het maagd te wijd. Jelle slag van de mullen. Ik zie tot de pjes.